Er gaat volgend jaar iemand tijdelijk terugkomen in familie en er verdwijnt iemand tijdelijk. Ben jij de persoon die terugkomt? Goh. Helaas. Pindakaas. Het is niet ik, maar misschien moet ik het eens voorstellen. Wie weet, is er nog wel een plekje voor mij. Mochten de makers van familie jou bellen, wil je terugkomen? Oh ja, dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik heb daar een hele fijne periode beleefd, ongeveer een vijftal jaar van mijn leven. En dat was echt, ja, dat is eigenlijk niet werken, hè. Dat is feesten. Ik bedoel daarmee, ik ga mijn goesting naar mijn werk en ik kom mijn goesting terug thuis. Ja, natuurlijk zijn er dagen dat het niet zo leuk is. Iedereen heeft dat, maar uiteindelijk is dat echt een hele leuke job. Dus ja, ze mogen mij bellen. Weet jij trouwens nog wat er met Shirley gebeurd is? Ja, ik weet dat zeker. Zij is op een zeer, zeer vreemde manier ontslagen. Zonder reden. Dat was eigenlijk ook wel een beetje jammer dat het niet zo'n interessante verhaallijn was. Ze kwam toe op haar kantoor en Bertje zei... Ja, je bent ontslagen. Met een correcte ontslagvergoeding zal dat geen probleem zijn. Exit Shirley. Ik denk dat de schrijvers op dat moment met een schrijversblok zaten, want heel origineel was het niet.